Goedemiddag, avond, dag, wanneer dit je dit ook kijkt, YouTube. Welkom bij het tweede deel van de livestream op 7 november. Mocht je de livestream niet hebben kunnen volgen, speciaal is hij hiervoor op YouTube. En we spelen The Binding of Isaac Afterbirth. Dit is een DLC op The Binding of Isaac Rebirth. Nou, op mijn YouTube kanaal hebben jullie al een paar keer de livestream gezien van de Mario mod, of ja, de Mario skin die we toen gebruikt hebben. Aangezien dat dit een DLC is van het oorspronkelijke spel, zullen er dus geen reskins worden geïnstalleerd. Dus alvast van tevoren een waarschuwing. Ben je heel erg gelovig of kun je niet goed tegen bloed of nogal een beetje creepy beelden, dan is het niet echt raadzaam om deze video te kijken, omdat de Binding of Isaac Afterbirth daar nogal veel van heeft. Dus hou daar wel rekening mee. Chatty heeft er zin in, ik heb er ook zin in. Dus met die waarschuwing gaan we de Binding of Isaac Afterbirth doen. Nou, om gelijk te beginnen, wat is er nieuw in Afterbirth? Greed mode. Greed is de nieuwe modus die ze erin hebben gegooid. En zou ik gewoon random doen? Ik zie een green screen. Ja, daar heb ik mijn 3000 sub video voor op. In ieder geval, Ibravas, leuk dat je er was. Zullen we gewoon random doen of hebben jullie een karakter in voorkeur? Daar gaan we heel eventjes naar vragen. Dat is natuurlijk altijd leuk. We kijken nou heel erg intensief naar de chat, zo. Want... Random. Oké, we gaan random. Dat is het eerste dat we zien. Goed, als wie gaan we spelen? Nee. Nee. No. Nope. 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 We gaan niet als de Lost. Nog niet misschien. Nog niet misschien. Oké, Magdalene. Waarom ook niet? We gaan niet als de Lost. Oké, eventjes de Seed. Eventjes hier in beeld. Seed is in beeld. XZ2D D4WY. Dus, Oké, nou, Greed modus is dus totaal nieuw. Wat dus zeg maar hier bij de modus is, is je begint al gelijk met een nieuwe item, of met een begin item. In dit geval beginnen we met breakfast, yay. En wat de bedoeling is, is we moeten deze knop raken, moeten we heel veel vijanden verslaan, krijgen we geld voor. En dat geld kunnen we spenderen in deze shop. En die wil ik eigenlijk al. Blank card zie ik. Oh, oh. Als we nou een Jera Room kunnen krijgen, dan kunnen we het spel al gelijk breken. Dat is heel erg leuk. Dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van het spel. En we kunnen hier... Dus ook altijd... De Lost is één hit en het is afgelopen. Dan kun je dus niet geraakt worden. Dus daar wil ik niet aan beginnen. Goed, we gaan gewoon beginnen. Oké, we hebben dus een timer eronderin en dan spannen er dus nieuwe vijanden. Dus het wordt hier een hele grote, enorme lading met vijanden dadelijk binnen een paar seconden. Dus we gaan zoveel mogelijk vijanden al proberen te verslaan. Gelijk al Headless Babies, hartstikke gezellig. We hebben hier bovenaan. Oh, hi. Oh, boy. Oké, we gaan dit gewoon doen, jongens. En het item die we hebben met dat groene balkje, dat is dus zeg maar de item die we dus zeg maar kunnen gebruiken elke week. En die ga ik nou eentje gebruiken. En die hervult zich elke wave, dus hieronder nou weer... Oh! Hoi! Oké, nou, we gaan concentreren. Onze damage is nou echt waardeloos op dit moment. Hi! Nou, jij bent blij dat je in de fik staat. Wat leuk! Wat leuk dat je in brand staat. Ik lach ook altijd als ik in brand sta. Logica's. En gesmeerd met boter! Nou, oké, nou even... Oh, snijvogels. Oh! Was niet lief. Stoute spinnetjes. Spinnen zijn altijd de meest gehate vijanden in dit spel. En dat heeft een reden. Oh boy, oh boy, oh boy. Ga weg. Ga heen en kom niet meer terug. Oké. Oké, dit is de laatste wave. Oké, komt maar. Ik kan die Yumheart nou eigenlijk wel weer gebruiken. Want ik wil eigenlijk wel die blank card hebben, maar ik weet niet... Ga weg. Leeft er nog iets? Ja, er leeft... Oh, er leven nog twee dingen. Ja, en een broodje gezond verstand. Ingesmeerd met boter! Goed, oké. Ik denk niet dat we een Jera Room nou te pakken kunnen krijgen. Laten we eens even kijken. Hoeveel muntjes hebben we? 16. De blank card die wil ik eigenlijk wel hebben. Ik denk toch dat dat de eerste is die ik ga pakken.
Ik bedoel, de Levito-techniek, dat we control tiers hebben, dat is altijd handig. Maar een kaart reuser, dat is zeker handig. Dus, oh boy. Oké, we beginnen met een Dingle. Een Dark Dingle zelfs. Hi. Dingle. Ja. Het is de eerste keer dat we een Dark Dingle zien eigenlijk. Oké, die schiet dus zeg maar gewoon in alle kanten. Dus dat... Oh, hij gaat zijn dash doen. Het probleem is nu wel, we hebben nog maar 10 seconden. Oh boy, en dan komt de volgende baas al tevoorschijn. Dit is niet gunstig. Dash. Oh boy, dit is echt niet gunstig. Oh, dat zijn twee van die maloten. Drie van die maloten. Oké, nou ik focus me eerst nog heel eventjes op die Dingle. Oh boy. Vier van die maloten. Oh boy, dit kan nogal problematisch worden. Auw. Wat lief dat je zo in me dasht. Ik hou ook van jou. Wel dood. Nee. Nou dood. Dat is dood. Dat is dood. Auw. Oké, je bent verslagen. Mooi. Kunnen we even op deze roses focussen. Ik vraag me eigenlijk af echt hoe dat dit met de lost run gaat worden. Dit wordt volgens mij echt te chaotisch voor woorden voor een lost run. Oh, 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 oh. Oké, nou. Laten we kalm blijven. Gewoon concentratie. Niks aan het handje. Hallo. Ik bedoel, met de blank card kun je dit spel zo enorm breken. Dat is leuk. Oké, eentje is verslagen. Oh, snijvogels. Ik ben heel geconcentreerd nu, jongens. We hebben in ieder geval 6 muntjes, waardoor dat we dadelijk een sleutel kunnen kopen. Dan kunnen we eventjes naar de andere itembaas. Oké, nou alleen die nog. Komt u maar. Oké. Dan wil ik eerst even een sleutel kopen. En kijken wat de andere item is die we kunnen vinden. Is dit Rage? Juist! Elke keer als we schade nemen, dan neemt onze aanvalskracht toe. Dat is gunstig. Oké, nou ik wil ook de deal met de devil hebben. En hebben we nou 2 envies? Oh, ik haat envy. Oh. Het enige wat hij doet is gewoon zeg maar een beetje in een spiraalvorm rondhuppelen. Maar hij kloont zichzelf. Dus wat doet de blind card? Sorry als ik veel vraag. Nou, je vraagt niet echt veel hoor. De blind card, op het moment dat je een kaart oppakt. Normaal gesproken is een kaart 1 keer dat je hem kan gebruiken. En de blind card zorgt ervoor dat je hem dus zeg maar non-stop kan gebruiken. Op dit moment hebben we nog geen kaart, dus is hij nog zinloos. Maar als wij dus een bepaalde kaart kunnen krijgen, of eigenlijk een steen dat het is. Dan kunnen wij dus zeg maar items dupliceren. En dat kunnen wij dan zo vaak doen tot we dus eigenlijk het hele spel breken. En dat is wel leuk eigenlijk om dat te doen. Dus blank card is een van de leukste dingen die je kan vinden in greed mode. Oké, nou. Hallo. En dan weet ik dat ik schade kan nemen en dan even wat sterker kan worden. Maar daar heb ik weinig zin in. Oké, nou. Kom eens. Oh, god, oh, god, oh, god. Je ziet het, hij blijft splitten. Deze baas die duurt altijd zo lekker lang. Ik bedoel, we zijn nog 6 minuten bezig en we zitten nog steeds op de eerste vloer. Oké. Niet dichterbij komen, dat mag jij niet. Daar heb je geen toestemming voor gekregen. Van de nationale, ik geef je een toestemmingbond. Oké. Ga weg. Dan hebben we die nog. Volgens mij split jij ook nog 2 keer. Oh, 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 oh. Oké, nou hebben we er nog maar 3. Geen probleem. Oké, dan kunnen we nou een deal met de devil maken. En hopelijk vinden we een leuke... Oh. Ja. Het nadeel is, dit is een pick-up item. En ik wil de blank card houden. Weet je wat, ik neem Curse of Babylon, neem ik toch voor de zekerheid. Mochten we bijna geen rode hartjes meer hebben, dan zitten we eigenlijk best wel goed. Nou, het is jammer dat we nou geen die tears niet kunnen pakken, maar ja, het is sowieso, we hebben ook geen bommen. We gaan gewoon naar de volgende vloer. Hallo. Een bandana om, ik ben nergens bang voor. Ik had een Oculus Rift 1 keer, die was ook handig. Man, was die ring. Oh, dat was die laser dinges, ja. Ik weet precies waar je het over hebt. De kijkers hebben zoiets van, hé, waar heeft hij het over? Splash damage, die wil ik. En, oh, die wil ik eigenlijk ook. Ik wil alles. Daar een heleboel van.
Oké, nou we krijgen in ieder geval onze helft terug. Dat is al gunstig. Wauw. Dankjewel, Trollbom. Dankjewel. Wat is eigenlijk onze gratis item? Is dat niet een damage? Juist, damage up. Goed zo. Onze damage is nou wel best goed eigenlijk. Als we nou een Jera Rune te pakken konden krijgen, dan was het helemaal mooi geweest. Of een andere leuke kaart, maar op dit moment hebben we die nog niet. Ik wil die splash damage zeker hebben. De sleutel is nou afgeprijsd, dus die pakken we eerst. Komt u maar. Dank je. Missing no. Elke vloer tot we met iets anders gaan. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is zelfmoord. Oké, goed. Onze damage is nou al behoorlijk goed op dit moment. Dus ik denk dat we hier best wel goed mee zitten. Maar ik wil zeker die item die we daar zagen, die wil ik zeker kopen. Oké, dit gaat lekker. Kleine dingeltje. Auw. Elke schade die we nemen, dat geeft ons extra buff, zeg maar. Dat geeft ons nou extra kracht. Dus, hallo. Jullie zijn irritant. Met hoofdletter I. Ga weg. Ga heen. Kom niet meer terug. Die kunnen dus de hele tijd beesten blijven spannen. Daar ben ik geen fan van. Ga weg. Ga weg. Ga alsjeblieft iemand anders beste. Oké. Oh. Daar hou ik ook niet van. Diglett! Oh. Dit gaat goed. Oh, paas erop, hè. Het is het voordeel dat elke keer als we schade nemen tot onze damage hoger wordt. Alsof dat we boos worden elke keer dat we geraakt worden. Dus heel voorzichtig. Oké, we hebben 18 muntjes. Dan wil ik die splash damage hebben. Die wil ik echt 100% hebben. En die lijkt me ook wel interessant, maar... Nalis. Ik wil eigenlijk ook die Demon Baby voedsel geven. En... Oh! Kijk uit. Oké, we hebben hem al. Oh, Brimstone Baby. Nou, dat was niet moeilijk. Oké, hoeveel monies hebben we nou? 11. Nou, laten we gelijk even de deal met de devil even er gelijk bij pakken. Ja, jij gooit 10 naar me toe, daar ben ik ook geen liefhebber van. Dit is een nieuwe vijand trouwens, van Afterbird. Het is wel fijn dat we die nou... Oh, trollbom! Die vinden ze zo leuk om te gooien, hè, die trollbommen. Oké, eentje is neer. En dat is nummer 2, mooi. Oké, wat hebben we? Krampus, nee! Ik hou niet van Krampus. Krampus, ga weg. En Krampus Rage, maar die wil ik eigenlijk niet hebben, want ik wil de blank card houden. Is jammer dat we nog steeds geen nieuwe runes hebben gevonden. Nou, durven we het risico te nemen, want ja, die is op zich wel interessant, maar... Weet je wel, we gaan gewoon risico's nemen. Ja, we weten het. Die geeft een... Geef het item gelijk. Jera Rune. Petro. Wacht, die kunnen we op mijn Singno gebruiken. Dat is gunstig. Oké, deze eventjes daarop gebruiken. En die Petro Rune. En dan hebben we eigenlijk een D6 bij ons. Dus waarom laten we hem gewoon hierop gebruiken? Waarom ook niet? Pof. Die kan wel handig zijn. Op het moment dat we een vijand aanraken, verandert hij nu in poep. Oké. Ja, pills, altijd handig. Wat hebben we hier? Speed up, netjes. Range down, niet zo netjes. 48 hour energy. Extra energy. Zou wel leuk zijn geweest als we daar een Jera Rune voor hadden. En puberty, dat helemaal niks doet. Oké. Zal ik mijn geld aan hem geven? Ik hoop dat hij dan... Hopelijk betaalt hij uit. Maar hij geeft al een muntje. Een sleutel. Extra... Nee, die gebruiken we... Shovel. D4. Nee, we pakken niks. Oké, we gaan gewoon verder. We hebben echt meer geld. We hebben echt monies nodig.
Dus we hebben nou eigenlijk praktisch... Petro is zeg maar het effect van de D6. Wat dus items kan rerollen. En... Was dit nou eigenlijk... Was dit nou... Don't swallow the prize. Nee, die pakken we zeker niet. The body. Dat is op zich wel handig. Dan hebben we heel veel health. Dus dat is al gunstig. Een dark heart. Waarom ook niet. Niet echt veel boeiends hier. Oké, laten we maar monies gaan verzamelen. Oh, 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 oh. Oké, dark dingles. Boink. Hallo. Oh, nee. Geen dark nuts. Ja, ik noem deze altijd dark nuts, omdat ze werken eigenlijk precies hetzelfde als dark nuts. Dus dat was eigenlijk de dark heart die dus net gelijk effect nam. Dus waar is hij? Diglets. Ik haat diglets. Ik hou niet van diglets. Ik hou niet van lava. Money. Oh. Oh boy. Ik heb nou een risico genomen tot we dus zeg maar echt de Jera rune willen hebben. Maar ja, aan de andere kant hebben we nou ook de Petro rune. En die is op zich eigenlijk ook best wel heel erg handig. Oké, wat voor items kunnen we hier kopen? Niet echt boeiende items zo te zien. Mom's key, die is hier ook nogal zinloos. Niet echt handige items hier, jammer genoeg. Oké, nou laten we de baasjes doen. Oh, wat leuk. De explosieve horseman. Laat alsjeblieft heen gaan. Ga heen. Kom niet meer terug. Hi. De twee halve Loki's. Waarom ook niet? Auw. Jouw pijn geeft mij kracht. Zo, zie je hoe groot onze deers al in zijn, zeg. Hallo. Vind je het erg als ik jullie heel eventjes... heel even zo... rustig... even neermaal... met mijn tranen. Ik jank jullie... voice crack. Ik jank jullie tot slapen. Oké, nou. En oh, hoi. Jij bent een creepy hand, dinges. Ga heen. Jij ook. Nou, word wakker. Oh, snijvogels. Oké. Devil deal. Auto turret, die zijn goed. Oh, deze drie zijn eigenlijk allemaal goed. Dit is een damage up. Dit is een damage up. En jou laten we dan maar gewoon liggen. Want jij schiet wel andere dingen. Maar op dit moment is dat niet echt handig en gunstig voor ons. Ja, ik denk dat we wel goed zitten. Goed, volgende vloer. Oké. De Womb. Oké, wat voor items hebben we? Extra health. Deze die kan wel handig zijn. Extra vliegjes. En wat heeft de item room voor ons? Oh, gelijk een soul heart. Dat is gunstig. Nou, daar heb ik een bom voor nodig. Deze ook even. Worden we kleiner. Krijgen we meer soul hearts. Wil ik de bom kopen voor dat kistje? Ja, ik wil de bom kopen voor dat kistje. Gewoon doen. Gewoon doen. Kijk dan hoe cute. Ik heb een speentje in mijn mond. Oké, wat heb je voor me? Pillen. Nou ben ik wel heel erg klein. En dan heb ik spinnetjes. Oké, wat hebben we hier? Daar heb ik een bom voor nodig. Damn it. Moet ik extra schade weer nemen? Helemaal geen zin in. Oké. Go. Nou, we krijgen onze bom in ieder geval terug. Dat is lief. Denk ik. Goed. Oh, ik heb per ongeluk op de knop gedrukt. Damn. Dat was niet mijn bedoeling. Nou heb ik zinloos schade genomen. Oh boy. Deze zijn gevaarlijk. En jullie zijn ook gevaarlijk. En jullie zijn al helemaal gevaarlijk, want jullie kunnen brimstonen. Ja, die heb ik gezien, ja. Oh. Maar ik moet nou heel even concentreren. Sterf. Ga heen. Kom niet meer terug. Jij ook. Hoi. Lachen. Dank je. En boven nog één. Oh, daarboven zit er nog één. Oh, nee. Concentratie.
Wacht even, hadden we die regeneration? Nee, die regeneration die hebben wij niet gepakt, toch? Die HP-up. Volgens mij niet. Kijk. Range and tears up. Netjes. Moet je kijken hoe onze fire rate nou wel niet is. Dit gaat al een stuk sneller zo. Oké, nou. Weer de mafketelhand. Hi. Oh, jij bent vervelend. Jij bent heel vervelend. Die kunnen we alleen maar aan de achterkant raken. En die spant dus dan die enorme vervelende poepjes. Die regenereren zichzelf. Oh mijn god, it lives. Gewoon doorschieten. Wat een baas voor een deal with the devil. Oké. Oh, Cherroon, kom op. Dat is Passage. Waarom nou twee keer Passage? Ah, je bent zo gemeen, die is zo zinloos. Oh god. Zo dichtbij voor... Oh, damn. Dat blaast onszelf op. Hebben we een batterij? Nee. Dan maar een sleuteltje. En dan gaan we maar naar de volgende ronde. Dang. Ik dacht echt dat we een Jerroon hadden, jongens. Oké, nou laten we eerst nog maar naar onze items gaan kijken. Weer die regeneration. Wat is dat? Mega Bean, Gigafart. Zo. Oké, die had ik nog nooit gezien. Best wel grappig. Oké, damage reduction, die is altijd handig. Weet je wel, we pakken deze dan wel. Oké, wat hebben we hier? Oeh. Jou wil ik zeker eigenlijk wel. Oké, Chaos, die is altijd goed. PhD! Ping! PhD is heel erg handig. Voor betere pilletjes. Invested. Oké, nou, die pakken we dan. En ik geloof dat Chaos eigenlijk ook heel erg goed is. Maar ik wil eigenlijk eerst kijken wat jij voor mij hebt. Misschien geeft hij wel een Jerroon. Wie weet. Als we geluk hebben. Nee, Old Bandage. Oh nee, cafeïnepil. Oh goed. Dat is een nieuw item, dacht ik. Ja, dat is zeker een nieuw item. Range up willen we zeker hebben. En laten we eerst even hier kijken nou. Jerroon! Resistance is eigenlijk ook heel erg gunstig. Maar ik vind een D6 eigenlijk best wel handiger. Ik hou de D6. Wacht, dan kunnen we gratis even deze kamer uit. Poef. Ik weet het, iedereen die denkt nog bij zijn eigen van... Oh dude, waarom heb je dat nou gedaan? Oké, ik wil deze hebben. Range en lock-up. Ja, health zitten we goed mee. Onze damage die is nou enorm, dus dat is alleen maar gunstig. Oké, here we go. Concentratie. Onze fire rate is nou ook geweldig, dus... Hallo. Oh nee. Ik hou niet van Brimstone Ghost. Serieus, ik huur Luigi in. Die Pro Ghostbuster. Oh, jullie houden van exploderen. Ik hou niet van exploderen. Oh, voorzichtig. Oeh, Soulheart. Geef. Die heb ik nog nooit eerder gezien. Hallo. Je bent de baas, jij hoort nog helemaal niet spawn. Oh boy. Zoveel spinnen. Oké, we hebben de waves even overleefd. Goed. Zijn er items die we willen kopen? Chaos, die kan wel leuk zijn. Kijk. We hebben nog geen trigger, dus waarom ook niet? Willen wij... Nee, we gaan gewoon door. Hallo. En hallo. Je krijgt van mij nog niet eens... Jij mag van mij nog niet eens aanvallen. Zo flauw ben ik. Haha. Deal with it. Oké, we hebben... Oh, nee. Niet de bloot. Ik haat de bloot. Dubbel de bloot zelfs. Nee. Oh, de bloot is zo cheap. Oh, paas erop. Oké, Devil Deal, wees iets goeds. Flight en... Nou, dat kan gereroled worden, hè. Dat dacht ik toch ook.
Dat is een guppy item. Please betaal uit. Ik heb niet zoveel health. Ja, daar hebben we niks aan, hè? Oh boy. Hij betaalt niet uit. Damn it. Weet je wat? Ik ga hem gewoon gebruiken. Jammer. Guardian Angel. Altijd handig. En die mag hij houden. En die mag hij ook houden. Deze kaart nemen we mee. Is jammer, dan hebben we maar geen D6 maar even op het moment. Goed. Even hartjes kopen. Dude, dat was tricky. Oké, even hartjes. Zat. Het is jammer, maar ik heb geen andere keus. Je ziet je soms gewoon niet meer. Nee, ik ben inderdaad heel erg klein. Oké, nou komen we bij de shop. Dus krijgen we geen items meer. Het enige wat we krijgen is onze shop hier. 1 plus 1 is eigenlijk heel erg geweldig. Die wil ik zeker even kopen. Hoppakee. En ik zie dat ik geen bommen meer heb. Dat is wel jammer. En die kunnen we dadelijk nog kopen. Oké, eventjes hier snel. Daar zijn onze bommen. Dankjewel. Oké, dan ga ik eerst eventjes sneaky wezen. Dit is een trucje die kunnen jullie thuis, als jullie dit spel ook hebben, ook gebruiken. Dit ding duwen wij naar onze stenen toe, als ik dat voor elkaar kan krijgen tenminste. En door dit te doen, kunnen we deze kist openblazen en de andere weg even openen voor zo'n kist. Voor maar 1 bom. Dus even rustig goed mikken. Ja, ik kan trouwens toch niks kopen, dus ik hoef niet echt zo goed te mikken. Heb je de Greedboss al eens verslagen? Yep, want ik heb namelijk die ene extra character heb ik ook al unlocked. En dan moet je Greed Mode verslaan met Azizel dus. Alleen volgende LP klaarstaan. Weet je al welke het gaat worden? Ja, dat weet ik zeker. Naar Mario 3D World komt... Sorry, ga ik niet zeggen. Helaas. Sorry. Vergeet niet, dit komt ook op YouTube, hè? Dus... Oké, nou. Zo. Oké, nou staat hij goed. Bombarderen die app! Oké, nou die sleutel die hebben we hier dan mooi teruggekregen. Oh, ik dacht dat dat 1 plus 1 was, maar dat is niet 1 plus 1. Dit is, ik ben dom. Nou, maakt niet uit. Oké, nou laten we eens even kijken, wat krijgen we? Oh boy. That moment when... Waar zijn die spookjes? Oké, ga heen. Jij ook, weg. Jij ook weg, hop. Smeert hem. Smeer je boterham met boter. Oh, daar leeft er nog één. Hoi. Kun je alsjeblieft, dank je. Oh, hoi. Hey, hey. Geld is kostbaar, hè. Dan moet je niet mee gaan lopen klieren. Hallo. Vinden jullie het heel erg als ik jullie heel eventjes stilhuil? En mij niet zoveel raken, dat kost geld. Oh, hoi. Hele vliegenbrigade hier. Oh, wat zijn jullie? Zien jullie er even gezellig uit? Ga heen. Ga weg. Ik gok Zelda. Ik zeg helemaal niks. Ik vertrek geen spier, want anders is het van... Ja, want zijn gezicht versprong... Weet ik wel. Oké, ik wil een damage up. Dat is een guppy item. Die wil ik eigenlijk ook hebben. Ik wil alles hebben! Maar we hebben de Jerrelroon niet te pakken gekregen. Dat is zonde. Oh, hoi, Daddy Longlegs. Als kids. Geniet van de tears. Oh, nee, 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 nee. Jij gaat niet deze room helemaal volgooien met poepjes. Nou, eigenlijk zou ik het liefst nog iets willen kopen of die guppy steel. Maar ja, daar hebben we niet veel aan. En we hebben maar 1 guppy item. Dus... Oh nee, die heb ik nog niet eens gekocht, die guppy item. We gaan het niet doen. Gewoon op. Hoi. Oh, deze baas die kan ook zo vriendelijk zijn met zijn kogels. Hoi. Ga eens heen. Ga fietsen. Oké, waar is de Devil Deal? Die staat daar. Echt als we nou een Jerrelroon... Breakfast? Dat kost een hartje. Serieus, wat is dit voor een devil deal? Jongens, zien jullie deze shizzle? Zien jullie deze shizzle?
Als ik dit item koop, verlies ik een hartje, maar door het item krijg ik een hartje. Dat is, weet je wat, zinloosheid. We doen het gewoon. Is hier vol. Gratis vol hartje. Yay. Nou ben ik blij. Oké, nou is er echt niks wat ik... Weet je wat, extra soul heart. Oké, tijd voor de baas. Help. Help. Ultra greed. Nou, dat is niet echt ultra greed. Dat is super greed, maar dat maakt niet uit. Goh, nou krijg ik een kwartje. Wat lief. Nou ja, het is eigenlijk wel nuttig. Oké, ultra greed. Hier gaan we. Oh boy. Oké, gewoon rustig aan blijven vallen. Gewoon op een afstandje blijven. Flink afstand houden van hem. Oh, sleutels. Sleutels moeten vernietigd worden. Oh, die gingen wel heel erg snel open. Dead card. Haha! Doe je er tegen helemaal niks? Nee, je mag niet healen. Hij hield zichzelf gewoon stiekem met. Auw! Oké, we hebben 5 hartjes. Oh! Oh boy. Oh, nee. Oh, boy. Nou ja, ik kan de kaart nog een keer gebruiken. Oh, er zijn heel erg veel doodles. Heb ik de kaart nodig? Nee? Goed zo. Oké, je doet weer schieten. Hij kan zo lekker stampen af en toe. Hier, death card. Weg met je maatjes. Oh, dit zijn bommetjes. Daar ben ik al helemaal geliefd hebben van. Auw. Nou ja, hoe meer dat ik geraakt word, hoe sterker dat ik word. We moeten wel onze helft in de gaten houden. Alleen jammer dat het niet zoveel met het verhaal te maken heeft. Nou, op zich, ja. Ik vind het wel leuk hoe dat ze dit gedaan hebben. Ik bedoel, het hoeft niet, net zoals daily modus, heeft ook niks met het verhaal te maken. Oké, gewoon aan blijven vallen. Ik weet het, ik keek weer naar de chat dat ik eigenlijk niet moet doen, maar het maakt niet echt zoveel uit. Oh boy. Blijf hier gewoon aanvallen. Oh nee, niet weer die sleutels. Dan komen we weer van die zoveel kastjes. Nee. Wil jij niet zo naar mij toe lopen? Dat is eng. Oké, 3 hartjes. Ik kan dit. Concentratie. Oh nee, niet weer die doodles. Kom op, ik heb hem bijna. Oh, ik heb nog maar 1,5 hartje. Oh. Ik ga het zo goed. Ik ga dit halen. Kom op, je bent bijna dood. Nee. Die aanval, nee, je gaat je eigen niet healen. We hebben hem. Sensor has appeared in the basement. Oké, nou in ieder geval, we hebben greed verslagen. Dus dan kunnen we in de greed donatiedoos weer geld gooien. En dat unlockt ook weer dingen. Dus kijk hoeveel dat we dit keer kwijt kunnen. Ik vind het spel wel grappig om te kijken, maar ik ken er verder niks van. Ja, je leert er eigenlijk van zoveel... Je leert hoe meer dat je speelt. 4% greed. Ik heb die greed meter daar nog niet gezien. 5%. 6%. Oké, nou we hebben alles gedoneerd, dus waarom ook niet? Ah. Oké! Doei! En dan krijg je de cutscene! Oftewel, wees niet hebberig. Ja, begin het zelfs ook mis te installeren zodat ik heb. Oké. Dit heeft zoveel met verhaal te maken. Zo zijn de hanging mensen. Weet ik veel. Goed, we hebben het in ieder geval gehaald. Greed run.
Dus beste YouTubers, ik dank jullie voor het kijken. Ben je geen liefhebber van Afterbirth? Mijn excuses, maar ja, sommigen zijn dat weer wel. Kan iedereen blij maken. En er was een waarschuwing van tevoren gegeven. Dus heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar een tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Of ik nog verder ga met livestreamen, moet ik nog heel eventjes kijken. Maar ik dank jullie voor het kijken. Dus ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien in de volgende video. Dus doei!